Hè? Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Hey. Er is een super bijzonder pakketje binnengekomen. Wauw! Mama, ben je drietig? Ja. Er kwam dus een food hype tegen uit Amerika, die naar verwachting het komende jaar naar Nederland komt. Dus dat moeten we allemaal doen vandaag. Wat ik er altijd als mijn geheimpje nog bij doe, is een beetje... Wauw. Zo. Wow. So. Welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen, lieve Dottie's. Goedemorgen. Het is weer een spannende ochtend, hè? Ja. Want? Waarom is het spannend? Omdat we Sinterklaas zijn geweest. Zou het? Want? Waarom heb je gisteren nog je schoen gezet? Omdat ik lief was bij de Efteling. Ja, en hoe wist ik dat? Hij had het toch op de werk gezien. ik had Sinterklaas op het werk gezien. Nee? Dus toen heb ik je uit bed gehaald. Toen mocht je toch nog eens je schoen zetten. Ja. Dus nu gaan we kijken of dat er iets in zit. Ja. Kom. Het is weer zover. Kom. Kom. Wat? Kijk dan! Hè? Huh? Wat is dit nou? Nou ja! Dus, wie is er geweest? Dat moet Rommelpiet zijn. Ja! Huh? En met zijn kleerplaat. Nou ja. Oh, je stoel staat ook, hè? Je koffer staat... Je bank staat ook helemaal op. Hiervan, dit! Nou zeg. En dit! Ja, wie? Oh, Even wachten, Jessie. Jessie. Kijk eens, daar zit een brief bij. Kijk, dit cadeautje is voor Richard. Oké, Richard. Eens even kijken. Zo. De Hagelanden om die pakjes af te leveren, want de kinderen zitten op jullie te wachten. Dus rap, snel die kant op, hè? En ik zie jullie gewoon weer. Dag hoor! Superleuk, maak hem open, schat. Die zullen we even afkijken. Spannend! Ik ben nou nog een cadeautje. Ja! Ik denk dat Piet een grapje maakte. Ja. Wat een cadeautjes. Oh, dan kan je koffie zetten voor ons. Oh. Sinterklaas heeft ook nog aan ons gedacht. Dat is lief. Ja. Dankjewel, Sinterklaas. Kijk, ondertussen zijn ze bezig om ons opritje mooi glad te strijken. Ja, ik denk dat het er zo in ligt. Ja. Die stukjes gaan wel heel hard, hè? Dan gaat het wel lekker hard, ja. Ik ben echt benieuwd hoe lang het duurt voordat de hele straat ligt. Dag, Sinterklaasje. Goedenavond, we hebben weer pakketjes binnengekregen, waaronder de nachtkastjes die we hebben besteld. Eindelijk nachtkastjes. Het is echt, ik had daar heel veel zin in.
Gewoon dat ik wat dingetjes kan opruimen, niet in het zicht. Gewoon mijn telefoon niet onder mijn kussen gestopt, maar gewoon op een nachtkastje. Misschien mijn pilletjes die ik in moet nemen. Dat soort dingen. Dus ik had er helemaal zin in. We hebben leuke nachtkastjes uitgekozen. We hebben ervoor gekozen om allebei dezelfde kleur te nemen. En Sergio vond dit de mooiste kleur. Het is een heel bouwpakket. Dus ik ga een poging wagen. En even kijken of ik een schroevendraaier of een schroefmachientje kan fixen bij deze meneer die loopt te gapen. Ja, als het goed is. Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Dat wordt mooi, denk ik. Het is wel een heel leuk, simpel kastje. Ja, en ook niet zo groot, want hij moest niet zo hoog zijn, want we hebben nu een heel laag bed. Dus ja. Ik vind dat deze perfect is. Een heel fijn kleurtje, vind ik het ook. Ja, en met het hout, omdat we nu toch ook wat meer, boven hebben we iets meer met hout. Leuk. Ondertussen staat... 2-0, dat wordt gegeven. Tussen wie is dit? Japan, Spanje. En wie heeft, is dat nu 2-0? Nee, 2-1 voor Japan. Oké. Okay. Dus dan gaan ze, met deze stand gaan ze gewoon door. En ja, het is geen fantastisch voetballend land. Voetballand. Maar de spirit, zeg maar, waarmee ze voetballen, is, kijk al, het publiek is gewoon aan het huilen en alles. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk om te zien. Ze spelen echt wel met hart en ziel, dus dat is wel... Nou, ondertussen kastje in elkaar zetten en voetbal kijken. Gespiegeld ook nog eens. Ja. Die kijken in het glas. Ta-ta-ta. En de lade kan erin. Nou, kijk nou wat kut. Filtjes erop en klaar is Kees. En dan nummer 2. Nou, Sergio ligt al aan bed. Maar ze staan. Ik ben er blij mee. Ook met de hoogte. Flatsie, flatsie. Tristé. Heb jij je ogen dicht, Jesse Zilver? Ogen dicht. 1, 2, 3. Open! Kiki. Hey. Er is een super bijzonder pakketje binnengekomen. Want ja, zoals jullie weten zijn de hondjes er helaas niet meer. En ik had dit idee al eerder. Dus sinds de hondjes zijn overleden wilde ik dit nog meer. En nu is het binnen. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. Wauw! Ja. Wauw. Is mooi, hè? Maar ik mis hem wel. Ja, is goed. Die had ik ook niet verwacht. Ja. Hij zo kut. Ja. En Reggie. Reggie ook. Reggie erbij. In een mooi pakkie. Hij heeft ook kleertje aan. Ja. Nou ja, kom maar nou. Mama, ben je drittig? Ja. Hij is drittig. En wij ook wel een beetje, hè? Toch? Jij ook. Ja, tuurlijk. Heb jij het gaatje? Ja. Waarom? Omdat Mojo en Reggie er niet meer zijn. En wij ze ook wel een beetje missen. Net als jij, wat jij net zei. Hm? Ja. Nou kan je meer blij zijn. Ja.
Je mag wel wat gittig zijn. Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Met zo'n lekker waterloon op de bank. Alles is op te lossen met waterloon. Zo is het. Ja? Wat de bank waterloon eten? Ja. Met een beetje prikken erbij? Ja, prikketjes erbij. Ik ben er blij mee. Okay. En het enige wat er nu nog even niet bij zit is... Er komen twee posterhangers, dus het komt niet in de lijst. Ik heb gekozen voor twee... Ik ga het even spijken. Voor twee posterhangers die hem aan de onderkant en bovenkant vast gaan hangen. En dan zit hij aan twee touwtjes vast. Oh ja. En dan wil ik dus de spijker, of de schroef, waar die aan komt, wil ik een tag gaan hangen. Oh ja. Dat die er dan eigenlijk zo boven vallen. En nu... Ik heb hem. Ja. Dacht ik dus in deze instantie om het aan de holse muur te hangen. Maar ik zat een beetje te twijfelen om het misschien ook... Misschien op de gouden muur te hangen. Maar ik dacht dus misschien om zo... Dus of hier te hangen. Ja. Mooi. Maar het kan misschien ook hier. Ja, daar kan ook mooi zijn, inderdaad. Jesse, kom maar. En dan dacht ik zo'n beetje... Ja, ik heb ook... Heb jij al drie? Versprongen op te hangen, zeg maar. Dus, ja. Heb jij al drie? Van de stokken? Nee, nog niet. Maar ik moet nog meer meloen snijden ook. Ja. Het kan ook heel mooi zijn. Ik denk dat ik hem daar mooier vind. Waar? Daar. Ja, wel hè, misschien. Ja, maar hier dan? Want we hebben nog meer gouden muren natuurlijk. Ik heb heel veel bloemen. Jessie, leg die maar even terug, want die moet ik nog snijden. Niet gooien. Kijk, want dit wordt natuurlijk ook nog goud. Ja, dat is ook nog een grote. Dus je kan ook nog zeggen van, we doen ze hier zo. Dat kan ook. En heel blij mee. En we wachten eventjes tot de hangers binnen zijn en dan... Gaan we een mooi plekje voor ze zoeken. Goed plan. Nee? Goed plan, hè, Jess? Ja. Gaan we de meloen snijden dan? Ja. Ja. Ik ga met mijn papa meloen snijden. Een hele goede morgen, Jesse Silver. Wat zat er in jouw schoen? En wat nog meer? En je mag doen. Oh, zit ondersteboven. Oh. Zo. Oh, nou zeg. Ik wist niet dat jij bij de Paw Patrol zat. Nee, ik ook niet. Ah. Jesse Silver en de Paw Patrol schieten te hulp. Oh, en wat een gave foto. Heb je gewoon je eigen badge. Dit boek gaat over Jesse Silver en zijn Paw Patrol vrienden. Veel leesplezier, Jesse Silver. Nou, Jesse Silver is een mens, een vriend van Ryder en de Paw Patrol pups. En zijn lievelingskleur is paars. Oh, kijk, nou daar ben je weer. Oh, dit wordt een leuk verhaaltje, denk ik, voor vanavond. Denk je niet? Oh, kijk eens, en Jesse Silver die heeft een hele mooie Sinterklaas gemaakt. En in de auto ligt nog zijn eigen pietenmuts die hij gemaakt heeft. Voor het grote Sinterklaasfeest, hè, Jess? En jij mag weer een sticker plakken voordat het pakjesavond is. Gaat. En wat is dat voor cijfertje? 3. Heel goed van jou. Hoeveel daagjes nog? 1, 2. Yay! Dat is echt heel snel. En dat noemen we ook wel overmorgen. Dus niet morgen, maar overmorgen. Nou, shirtje weer thuis. Wat is het koud? Super koud. Jesse ligt op bed. En we gaan eventjes het lampje laten vervangen. Van wit licht naar wat warmer licht. Goed, dus is dat zo gedaan. Tenzij mijn vingers afvriezen. En volgens mij zie ik een heel klein
verdwaald sneeuwvlokje voorbij komen. Oh, nou. Zo voelt het wel, ja, want het is echt... Ja, dat hebben ze toch ook gezegd voor ons? Behoorlijk koud. Kijk. Als het wat gezelliger ligt. We hebben alle boodschappen gedaan voor de Sinterklaas. En ik ben op zoek gegaan naar een lekker recept. En er kwam dus een foodhype tegen uit Amerika. Die naar verwachting het komende jaar naar Nederland komt. En dat was een birria burrito. Wat is birria? De benaming voor een burrito. Dat is uit Mexico. Lekker Mexicaans. Eigenlijk een soort van stoofje. Dus een vlees wat wat langer gegaard is. En dan heb je de burrito. Die gaat in de pan met een beetje tomatensaus. Die gaan lekker bakken. En dan gaat er kaas in. En dan gaat er paprika in. En guacamole. En de tomatensalsa, zeg maar, die we gaan maken. En ik heb heerlijke, prachtig stukje entrecote van Butlon. En nou wilde ik die dus, want dit is geen vlees echt om te stoven. Maar dan ga ik die sous vide in onze schitterende oven doen. Dan heb ik die in ieder geval al klaar. 2,5 uur op 54 graden in de stoomoven. Dus je kan zelf ook een sous vide apparaatje kopen tegenwoordig. Zijn bij de Lidl geloof ik best wel verkrijgbaar. En dan doe je hem even in een bad. En eigenlijk wat je doet is het product dus garen onder vacuüm. Dat is eigenlijk wat sous vide betekent. Waardoor die dus gaart, maar niet uitdroogt. En normaal gesproken haal je hem uit de verpakking. Dan doe je er lekker kruiden in en dan seal je hem weer dicht. Maar we hebben geen sealapparaat. Dus ik ga hem zo sous vide garen. En dan maak ik een lekkere... kruidenolie daarvoor. Die smeren we dan straks op als die gaar is. En dan wil ik hem affakkelen. Maar daarvoor moet ik nog wel even een fles butaangas halen. En anders grill ik hem gewoon op de plaat. En dan snijden we hem in lekkere dunne plakjes. En dan doen we dat... en dan doen we dat in de burrito. Dus dan hebben we maandag burrito's. Birria burrito's. Dan hebben we frikadel. Dus Rolf, die maakt een lekkere Indische schotel. Nou, ondertussen heeft onze geweldige stofzuiger het begeven. Althans, op een of andere manier krijgen we deze niet meer er goed vast in. Door een bepaald onderdeel, waardoor die dus ook niet meer goed zuigt als dat onderdeel eruit is en hij wel goed past. Nee, hij is een soort van koppakking die nu niet helemaal afsluit. Dus hij trekt valse lucht, waardoor de suiker niet goed door de slang komt. Dus dat is echt een super goede timing zo met Sinterklaas. Behoorlijk. En dat heel de straat nog steeds open ligt. We hadden gehoopt vrijdag dat die al zou uitrollen. Kan misschien zijn, maandag nog. Maandag, maar... ja. Dat het maandag wel gebeurd is. Ja. Dus helaas. Nou ja, helaas. Wat nog meer helaas is dat we de bonnen niet meer van hebben. Ja, inderdaad. Dus we gaan even kijken of we misschien... met een serienummer kunnen opzoeken. Nee, ja, ik heb ook gegoogeld. We moeten echt een aankoopbon hebben. Of bewijzen dat we hem nog niet zo lang hebben. Dat stond er wel. Maar dan moeten we dus naar de Lidl. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb hier nog even onze spotjes. Die we al laten zien hebben. Hoe we die prepareren zodat ze wel op de grills passen. Dan maak ik die nog even klaar. Voor morgen en dan kunnen we even naar boven om de lampen op te hangen. Of zeg je van, doe dat ook gewoon lekker morgen als het licht is. En ja. Dat we nu gewoon lekker even op de bank gaan liggen. Join ik jou zo. Oké. Tess en ik zijn weer terug van de rugby, waar jij gewoon een Pieter-diploma hebt gehaald. Oh, dat is leuk, hè? Mm-hmm. En zo meteen komt tante Elena. Ja. Dus daar wachten we nog even op. En papa gaat vandaag heel veel eten voorbereiden. Ja.
En ik ook. Voor het feest morgen. Ja, jij kan een beetje helpen inderdaad. Dus wat moeten we maken? Tomatensaus. Ja, tomatensaus. Voor de birria burritos. Ja. Dat is dus de nieuwe trend van 2023 misschien wel. Hè? En dan gaan we... het vlees hebben we dus sous vide gegaard in de oven. En die is klaar. Die gaan we zo meteen eventjes lekker op smaak brengen. Die gaan we kruiden. En dan moeten we ook nog pasta maken voor vandaag met de truffel. Want tante Elena die heeft een potje echte truffel meegenomen. Laat maar zien in de camera. Zie je dat? Dat is echte truffel. En dat ruikt heel sterk. Wil je hem ruiken? Ja. Dat ruikt sterk, hè? Ja, dat is inderdaad een hele aparte geur. En ik moet ook nog een soort van flensjes maken. Flensjes. Met de speculoosvulling. Dus dat moeten we allemaal doen vandaag. Een lampje ophangen wilde ik ook nog doen. Maar ik kwam ook nog met jullie een lampje om in de slaapkamer. In de zeekaaslaap is. In de wc? Nee, buiten de zee, boven, ja? Op het plafond. Ja? En zo'n lamp wil ik zo op mijn kamer hangen. Je wil zo'n lamp op je kamer hangen? Ja. Ik weet nog niet helemaal wat je bedoelt, maar we zullen het straks eventjes gaan bekijken. Nu gaan we eerst even koken. Ja? Ja. Ja. Doei. Nou, doei. We hebben hier dus al een heerlijke kruidenmengsel gemaakt. Mag ik zien? Ja, kijk. Oh, mag ik roeren? Ja, doe maar roeren. We hebben lekker kruidenmengseltje gemaakt. Zakjes roeren. Dit is een lekker mengseltje van knoflookpoeder, uienpoeder, cayennepeper, zwarte peper, gedroogde peterselie, kaneelpoeder en een beetje tijm. En zout. Nou, dit wordt de tomatensaus. We hebben 100 gram puntpaprika, ongeveer 120 gram ui. Dat is een hele ui. We hebben 450 milliliter water, die gaan we erbij doen. 2 laurierblaadjes, een kippenbouillonnetje en 200 gram tomaat. Goede scheut olijfolie erbij. Hoppakee, lekker. Even te roeren. Mag lekker bakken, lekker fruiten. En zo meteen de tomaten erbij en dan afblussen. Dan lekker even door pruttelen en dan gaan we alles pureren. Oh, ui heeft een lekker kleurtje, paprika heeft een lekker kleurtje. Ik heb de laurier er doorheen gesnipperd. Nou, dan gaan nu de tomaatjes erbij. Hoppakee, lekker. Water erbij. Ja, hier hebben we dus de prachtig gegaarde entrecote, sous vide gegaard in de oven. Die gaan we nu uitpakken en dan gaan we ze kruiden met dit prachtig mengskruidel. Echt schitterende entrecote. Dankjewel Butlon. Echt hele mooie stukjes vlees. Daar ben ik echt zo blij mee. En dan doen we gewoon lekker veel. Niet voorzichtig. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van... delen. Nou, dit laten we gewoon eventjes een uurtje of 2-3 trekken. Zo meteen even terug in de koelkast. En dan gaan we ze straks even lekker aanbraden. De tomatensaus heeft 10 minuten gekookt. Even een beetje geproefd tussendoor, een beetje op smaak gebracht met zout. Dan hebben we een supermooi tomatensausje, hartstikke lekker. Die moeten we even pureren. Hartstikke onwijs mooi lekker tomaatsausje. Nu gaan we verder met het vlees. Ik heb namelijk het vetrandje eraf gesneden van de entrecote. Die gaan we eventjes bakken, want nu komt het. Hier gaan we de jus van maken. Dus pannetje, hoog vuur. Hier komt onwijs veel lekkere olie en sappen vanaf. Dus daar hoeft verder geen boter of olie bij. En laat maar even lekker bakken. Een beetje bruneren. Bruneren doen we eigenlijk met bot in de oven, maar... dit is het vet wat we gewoon flink gaan aanbakken. En wel zo meteen afblussen met water. Ja, zo mag het er dus uitzien. Hier gaan we lekker wat water bij gooien. En dan hebben we jus. Die laten we even trekken voor een uurtje. En
zo ziet het eruit met water. Gaan we even lekker op laten staan. Even proeven. Zoutje. En dan is het fijn als je dus dingen lang van tevoren voorbereidt. Dan heb je gewoon de tijd om dingen even op te laten staan. En om te proeven tussendoor. En smaak bij te stellen. In plaats van dat je weet dat de gasten over een half uur komen. En je helemaal in de stress raakt. Sergio is lekker aan het koken. Hi! Ik heb Jesse Zilver naar bedje gedaan. Die heeft heel leuk getraind, zoals jullie hebben kunnen zien. Hij heeft zelfs zijn pietendiploma gehaald. Hoe leuk is dat? Ik ga beginnen aan de guacamole. Deze lekker hakkie pakje hier de guacamole aan het guakken. En ik ga hier lekker zoete aardappelen even grillen. Op onze mooie grillplaat. Nou. Dan gaan we nog even testen misschien met zo'n hapje in de airfryer. Dat is misschien wel verstandig, ja. Kijken of dat werkt. Want als dat werkt is dat namelijk wel chill. En, de vleesjes moet ik ook nog maken zo. Nee? Ja, ik ga van die vleesjes maken en dan vullen met een speculoos mascarpone crème. Heel smerig. Ja. Niet te doen. Oké. Nou, wat? Pizzamijters. Hey, pizzamijters moet ook nog. Ja, ik doe dus altijd deze dip. Die vind ik heel lekker. Met zure room. Vind ik ook erg lekker om hem wat smeuiger te maken. En wat ik er altijd als mijn geheimpje nog bij doe, is een beetje citroensap. Lekker, hè? Heerlijk. En daar hebben we nu een hele grote fles van, hè? Hoppa. Ik ga wel gewoon een drankje. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, de volgende gaan we maken. Ik weet niet of ik het uitspreek, maar het is KTF met speculoos. Daarvoor hebben we nodig 125 gram doek. Even kijken, we hebben 9 gram bakpoeder, 16 gram vanillesuiker, dus dat is 2 van deze zakjes, 2 gram kaneel, 125 gram griesmeel, 30 gram kristalsuiker, 1 grammetje zout, 5 gram gist. Mengen we even goed door elkaar en dan doen we in de mixer zo meteen 450 milliliter lauwwarm water en dan gaan we een mooi beslagje maken voor onze soort van vleesjes en dan maken we zo meteen een lekkere room bij van mascarpone en speculoos. De volgende stap is het lauwwarm water erbij. Je kan het in een blender doen of in de keukenmachine. Als het maar een mooi homogeen beslagje wordt, is je beslag helemaal mooi gemixt. Zet hem dan even 5 tot 10 minuten weg in je kamer, zodat het gist zo werkelijk ook alles mooi kan oplossen. En dan gaan we het daarna lekker bakken in een pannetje. Nou, het KTF-beslag zit inmiddels in een gietbeker. KTF is trouwens een Arabisch woord voor oppakken en is in Libanon en omstreken heel erg populair. Wat gaan we doen? We gieten het een beetje in de pan. Middelhoog vuur laten garen en dan niet omdraaien. KTF's zijn gebakken, dus in de pan, niet omdraaien, zonder boter of wat dan ook. Gewoon lekker zo, terwijl dat gebeurd is René bezig met de speculoos. Even mijn ginger eruit. Is dit onderdeel van onze anger management therapy? Zo, want ik ga een speculoos beslagje maken. Zie. Dus
Ik ga even alle pakjes erin doen en daarna doe ik de mascarpone erbij. Wat zijn de verhoudingen? Een heel pak speculoos. Ja. En een heel pakje. Een bakje mascarpone. Mascarpone erbij. Slagroom. Een hele? Ja. Helemaal? Goed plan. Ik weet niet of hij dat overleeft. In het recept stond ook ver weg houden van broertjes, want die heeft ze alles allemaal op. Even proeven hoor. Nee, dat mag niet. Ja, goede slag. Oh ja, oké, okay, fijn. Nee, maar ik moet even nee, proeven. Nee, ja, tuurlijk. Ja. Ja, je kan kant-en-klare slagroom gebruiken, maar natuurlijk ook gewoon zelf op te kloppen slagroom. Dan zou ik er wel een zakje kloppenfix doorheen doen, zodat de slagroom lekker stevig blijft. En dan mixen denk ik, hè? Dat klopt. Oké. Okay. It's done! Nou, laten we er maar een... Prepareren voor onszelf. Een proef. Ja, helaas moeten we natuurlijk altijd even proeven. Hier, pak maar. Jammer voor je. Ja, daar zou voor deze grootte nog wel wat meer in mogen. Normaal gesproken doe je hem dan zo dicht. Beetje duwen. En dan moet het er hier eigenlijk uitkomen. Zo, hier zou het uitkomen. Ja. En die doe je dan nog in de cookie crumble. Nou. Wil je proeven? Weg jij. Onze allereerste KTF opgepakt. Wauw. Wauw. Zo. Zo. Dit is een lekker die is echt... dingetje. Echt heel lekker. Ja. Pannenkoeken zelf ook. Ja, het is een soort flensje, een soort pannenkoekje. De verhoudingen zijn ook gewoon perfect. Dit is echt een slag. Ja. Holy moly. We hebben in ieder geval iets wat ze kunnen eten. Ja. Even een sanitaire onderbreking. Dan gaan we verder met de wraps. Ja. Zo, we hebben een disco light hier zo. Dat is ook wel leuk, schat. Kijk jongens, alle spotjes hangen eraan. Hoi, hij wil samen met jou bellen. Hoi. Waarom schrikken we nou zo? Ja. Met disco. Dat is leuk voor morgen. Ja, en ondertussen is Elena ook gearriveerd. Nou, wat gezellig, helemaal disco! Er moet er alleen een eentje bij. En je staat mooi op de rij, schat. Ja? Ja. Nou, het enige wat hier dan nog hoeft te gebeuren is zijn de afdekplaatjes. Ja. En dan is het klaar. Is het gefixt? Ook al je fixt. Handige Harry. Want dit ging niet van een leien dakje. Dit was niet klik erin en klaar. Nee, dit was wel even... Was weer een hele omweg. Wat tamelijk stressverhogend, ja. Ik denk dat je pepernoten aan het maken bent. Nog eentje. Nou, de disco is gefixt. En nu Sergio met Jesse Silver het eten aan het maken. Ja, hij heeft champignons snijden. Zo, wat zie staat er op het menu? Zie je nou dat hij ineens wisselt? Van links naar rechts. Ja, met het mes. Ja. Ja. Maar dat schijnt wat normaal te zijn met kinderen, dat ze nog wel heel erg wisselen. Ja. Laat leggen. Pas op je vingers, hè. Goed. Goed. Juiste techniek. Ja, want je moet volgende week heb je al examen. Ja, goed zo. Je mini borstenvingertjes. Ja. Ja. Zet maar eventjes de pan aan, het fornuis. En dan op zijn hoogst. Ja,
Goed zo. Doe je de champignons mee in de pan? Nee, even wachten. Zeg je nou hele ui is veel? Een hele ui? Oké. Een hele ui is een beetje te veel. Daarna niet in je ogen wrijven met je handen, hè? Nee. Anders dan krijg je prikogen. Prikogen. Nee, niet de champignons nog. Even wachten. Wat wordt het dan vandaag? Wat gaan we maken, Jessie, voor tante Elena? Elena! We gaan broodjes maken en tante Jan! Ja, Jan. En wat ben je aan het maken? Oh ja, je doet frisbee. Frisbee! Champignons. En je smeer je tegen mij, maar ik ben het gedaan. Wat kan het nou? Het ruikt een beetje naar olijf. Wow, Jessie, kan jij gewoon zeggen dat jij al op 3-jarige leeftijd truffel hebt gesneden? How it was the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now I every day, every night, every moment with you. I'm walking on air. And every day, every way, I feel eigenlijk helemaal het eindresultaat te filmen. Nou ja, maar we hebben genoten. Jessie, was het lekker? We gaan weer een truffeltje naar binnen. Jessie is gewoon echt een connoisseur. Hè? Eet gewoon truffels. Lekker spaghetti met truffels. Een champignonnetje. En een havermouten crème fraîche. Heerlijk. Heerlijk, zoals het hoort. Hé, Jessie? We zijn aan het einde gekomen van deze vlog. De lampen hangen. Morgen is het grote Sinterklaasfeest. Ik heb de burrito's niet af kunnen maken. Daarvoor heb ik gewoon geen tijd gehad. Maar kijk daarvoor naar de volgende vlog. Vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En we zien je heel graag bij de volgende video. Ciao. 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 Ciao.